Met de derde aflevering van zijn show Maties gaat door heeft Maties van Nieuwkerk kijkers gewonnen. Naar het programma Op een Pink keken bijna 1,5 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. De eerdere afleveringen werden door minder mensen gezien. Tekst gaat verder onder advertentie Wie is de Mol? Dat vlak ervoor werd uitgezonden, trok wel flink meer kijkers en was opnieuw de kijkcijferhit van de avond. Meer dan 3,2 miljoen mensen zaten voor de buis voor het spelprogramma. Het is daarmee het best bekeken programma van de avond. Bo van Nervendorens wist op dezelfde tijd ook hoge kijkcijfers neer te zetten. Ruim 1,6 miljoen mensen zaten bij RTL 4 klaar voor zijn quiz Weet ik veel. Daarmee scoort hij een derde plek in de kijkcijferlijst. Het NOS Journaal van 20 uur maakt met bijna 3 miljoen kijkers de top 3 compleet. Buzzelets blok ADS.